Slik je met me mee, GoPrep tegen HIV. Het nummer GoPrep van Kiri Miyoki komt morgen uit. De Amsterdammer schreef een nummer over het medicijn dat een HIV-infectie kan voorkomen. Omdat je dus je minder zorgen hoeft te maken over toch dan de ergste SOA die er is, dat heel veel vrijheid geeft. En dat is iets wat we kunnen vieren. In 2019 begon de GGD met het verstrekken van PrEP. Inmiddels gebruiken in de stad in totaal ruim 5000 mensen dit via de GGD of huisarts. Het merendeel doet het via de GGD, maar daar is de maximale capaciteit bereikt. Dat heeft ertoe geleid dat de wachtlijst stijgt. En dat is op dit moment tot een zorgelijke nummer gestegen van rond de 1200. Bijna de helft van de capaciteit die we nu hebben. Die staat op de wachtlijst. Het is bedoeld voor mensen met een hoog HIV-risico. Toen ik begon met slikken, dacht ik, ga je dan echt een medicijn slikken om weer back te seksen? En het gesprek over de AIDS-crisis, dat verdween een beetje naar de achtergrond. Het ligt er niet aan dat te weinig mensen PrEP willen gebruiken, maar het ligt eraan dat te weinig mensen PrEP kunnen gebruiken. De Village People zongen in de jaren 70 het nummer Go West over vrijheid. 15 jaar later coverde de Pet Shop Boys het en nu is het dus aan Kiri. Dat was midden in de AIDS-crisis en toen ging het over dat als het hier zo is, dan gaan wij wel weg. En met PrEP is er eigenlijk een nieuw hoofdstuk in dat verhaal aangebroken, omdat door de bocht de AIDS-crisis is afgelopen. Juist is er de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het veilig seks hebben. PrEP lijkt dan in dit geval misschien ook een beetje een middel om juist heel vrij seks te kunnen hebben. Dat is ook een beetje een contrast met elkaar. Ja, maar te gek is juist dat je vrij en veilig seks kan hebben. Wij adviseren ook om PrEP te gebruiken met een condoom, want daardoor bescherm je je optimaal tegen SOA's en tegen HIV. Wel een condoom onder, hè meiden?